Er is veel te vertellen, dus in deze video ga ik dat ook doen. Bitcoin, waar kunnen we naartoe gaan, want het ziet er niet al te best uit. En daarnaast Cardano, na een rally, is die toch weer gereject van een bepaald level. En we zoeken dus een nieuw support level, dus welke dat kunnen zijn, gaan we in deze video bespreken. Een aantal nieuwsartikelen omtrent NFT's en de metaverse wat belangrijk is. Dus al met al een crypto nieuws video waar je heel veel aan gaat hebben. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal, allereerst welkom. Op dit kanaal deel ik alles omtrent crypto, NFT's, metaverse, alles wat met die wereld te maken heeft en natuurlijk ook hoe je met die dingen geld kunt verdienen. Dus vind je dat vet, crypto, NFT's, metaverse en geld verdienen daarmee, overweeg dan eventjes om op die rode abonneerknop te klikken hier onder deze video. Ik weet dat veel mensen die de video's kijken nog niet geabonneerd zijn, dus ik zou het heel erg waarderen als je überhaupt zou willen overwegen om eventjes daarop te klikken. Verder, like de video, deel hem even met vrienden en familie, zou ik heel erg waarderen. En plaats even een reactie in de comments hieronder, in de reacties, logischerwijs. Ik ga weer een winactie doen om mijn crypto premium abonnement te winnen. Levenslang krijg je dus premium groepen, premium guides en daarnaast ook crypto signalen. Krijg je levenslang gratis. Wat moet je ervoor doen? Alleen maar eventjes liken en een reactie plaatsen onder de video, zodat mijn video wat meer bereik heeft. En dan wint één iemand bij de 1500 likes, dus mijn premium abonnement. Mijn vorige video heeft het bijna gehaald. Als die het heeft gehaald, maak ik in de video hierna bekend wie de winnaar is. Hetzelfde van deze video. Alright, even beginnen met de Crypto Fear and Greed Index, want daar gebeurt niet zo heel veel in. Als je gaat kijken naar het 1 jaar overzicht van de Crypto Fear and Greed Index, zie je dat we een tijdje nu zijwaarts eigenlijk gaan qua Fear and Greed level. We zitten rond de 20, 24 en we blijven daar een beetje tussenin zitten. Maar in ieder geval zitten we op een low waar we elke keer als we daar kwamen flink uit zijn geschoten en ook in de prijs hebben gestegen zijn. Dus dat is iets wat alleen kijkend naar de Crypto Fear and Greed Index bullish is. Overigens, volg je mij nog niet op Instagram, volg me daar even @CordeMarchand zonder dubbele letters, zonder streepjes of iets dergelijks. Elke dag of elke week meerdere crypto posts en mijn verhaal staat ook altijd vol. Dus Crypto Fear and Greed Index ziet er oké uit. What about the chart van Bitcoin? Laten we daar eens naar gaan kijken. Dit is wat ik gewoon al voorgetekend had. Een eerdere trendlijn die als support fungeerde. Hier als resistance fungeerde. En vervolgens zie je nu dat we die opzoeken als support ook weer. Dus we zijn hier toen doorheen gebroken. Gereject van de maandelijkse resistance op 43.762. Zijn we direct teruggevallen op die trendlijn en tevens ook support, zoals je hier kan zien, horizontale support, zijn er weer afgeschoten, weer gereject en nu zijn we daar doorheen gebroken en zoeken we een nieuwe support op. En die nieuwe support, en ik zal eens een wat schonere grafiek erbij pakken, BTC, USDT, die dan, even kijken, Binance. Die nieuwe support kan wel ergens rond 38.000 zijn voordat we uiteindelijk een nieuwe run gaan krijgen. Als je daar gaat kijken naar de daily chart, dan zie je hier een neerwaartse trendlijn. De prijs wordt omlaag gedrukt. Sowieso wil je eerst zien dat we daar doorheen breken om überhaupt weer een klein beetje bullish te gaan zijn. Maar we zijn gewoon momenteel ontzettend bearish. Althans, de trend is ontzettend bearish. We houden dit level nog steeds. Maar zoals je ziet, hier in het verleden hebben we een ontzettende resistance level. Die tevens ook als support gefungeerd heeft in het verleden. Nog niet heel vaak. Dus ik denk dat het een hele sterke support is. Dat is wat je ook in deze run zag. We kwamen hieronder en we schoten direct weer omhoog met een x aantal procent. Dus op zich, zolang dit level houdt, is er niet zo heel veel aan de hand. Maar je ziet ook dat dit level vrij groot is en dat de bodem daarvan tussen de bijna $38.000 hoog in de $38.000 is. Dus we kunnen echt nog wel daarheen zakken. Dus wat ik nog zie gebeuren is eventueel dat we direct daarheen zakken, wicken en omhoog gaan. En dan hebben we vervolgens deze resistance waar we dus mee moeten dealen nog. Wat je wil zien is dat we daar doorheen breken. We willen hem als support maken en dan vervolgens zoeken naar volgende levels. Maar dan nog ga je krijgen dat er flink veel werk verzet moet gaan worden voor de Bitcoin. Omdat er gewoon heel erg veel resistance levels nog inkomen die de Bitcoin dan moet gaan doorbreken. Daar zitten de levels, nou ja, die levels heb ik al getekend op die oude Bitcoin chart. Die zie je niet in deze. BTC, USD.
Nou goed, maakt niet zoveel uit in welke ik hem getekend heb. In ieder geval komen er heel erg veel resistance levels in. Je ziet ze al op die 4 uur op de daily ontstaan. Maar als je naar de 4 uur gaat, dan zie je daar veel meer levels die Bitcoin nog moet gaan doorbreken. En dat vereist gewoon heel erg veel werk. En uiteindelijk waarschijnlijk ook flink veel tijd. Als je gaat kijken, zit hier een ontzettend groot level. Je kan ze blijven tekenen, want het zijn er gewoon heel erg veel. Hier zit een ontzettend groot level. Dus voor de komende periode wil je zien dat we in ieder geval deze trendlijn breken. Dus dat we hier deze resistance en de resistance van de trendlijn breken. Vervolgens hier ergens als support gaan maken, dus die 45.000. En dan krijgen we alweer het volgende level die we door moeten gaan breken. Dus wat je misschien gaat zien is dat we dan weer wat zijwaarts treden, uiteindelijk doorbreken. Komen we weer resistance tegen en die wil je ook als support maken. En zo wil je eigenlijk steeds stapjes verder gaan. Maar het is dus, het blijft spannend met Bitcoin, want we zitten op een punt waar je niet heel veel verder neerwaarts wil gaan. Omdat je dan ziet, we hebben sowieso nu al geen higher low meer gemaakt. We zitten eigenlijk op dezelfde low. Dus je wil niet een lower low gaan maken. Want dan vrees ik echt voor dat we in een bear market tegemoet gaan. Dus dit level wil ik houden. En wat ik in de vorige video ook zei is, we krijgen hier ook een koopsignaal. Die is vrij sterk op de weekly. Laatste was in het gebied waar je zeker in had willen kopen. We zitten op een mooie support. Dus op zich ben ik wel meer bearish dan bullish op Bitcoin. Maar op zich is er nog niet echt iets aan de hand momenteel, zolang we dit level in ieder geval maar gaan houden. Dat was Bitcoin. Er zijn er nog een aantal interessante artikelen die ik je wil laten zien. Ook over Cardano. En dan gaan we daarna even kijken naar de Cardano koers. Maar eerst dit artikel. Microsoft Massive Metaverse Move Buying Activision for 69 Billion. Dus Microsoft gokt op de metaverse, stapt daar ook in. 69 biljoen hebben ze over, dat is volgens mij miljard, 69 miljard, om Activision te kopen en daarmee de stap te maken om de metaverse in te gaan, om die metaverse platforms te ontwikkelen. Dus dat is enorm. Microsoft die daar instapt voor deze wereld is ongekend. Dus dat is heel erg tof om te zien. Als je verder ook gaat kijken nu naar het volume van OpenSea, handelen van NFT's, zie je ook, we zitten nou net iets over de helft van deze maand en we hebben al een recordmaand qua volume tegenover deze volledige maanden. Dus dit is ook insane, volume knal door het dak heen. Dus als je nu nog niet in NFT zit, wat ben je dan aan het doen? Je wil echt in NFT stappen, daar in ieder geval je run gaan meepakken. Want NFT zie ik nu echt als Bitcoin in 2013. Daar was ik niet bij, hier ben ik nu wel bij, dus hier profiteer ik gewoon enorm van. Ik zou zeggen, doe hetzelfde. Goed, Cardano. Cardano koersstijging heeft nog een reden, lancering van eerste metaverse te lezen op Crypto Insiders. Dus in de vorige video had ik het over SundaeSwap, dat was een van de redenen van het stijgen. Maar daarnaast hebben ze dus ook een eigen eerste metaverse gelanceerd met Pavia. Is al actief en er zijn al een flink aantal stukken land in die metaverse verkocht. Er zijn 100.000 stukken, meer dan 60% is al in de voorverkoop in oktober en november verkocht. Het spel is verder nog niet actief, dus je kan er niet als retail buitenstaander kan je er nog niet iets in doen. Maar de hype hiervan heeft er wel voor gezorgd dat Cardano flink is gaan stijgen. En als je dan gaat kijken naar de Cardano grafiek, dan zie je ook dat we daar een mooie stijging op gehad hebben. Heb ik je laten zien in de vorige video. Alleen wat je ook ziet is dat we nu een flinke pullback krijgen. Was het te verwachten? Jazeker, heb ik ook in de vorige video gezegd. Als je dat nog niet hebt gezien, check die vorige Cardano video even. Maar je ziet dus hier die enorme piek van Cardano. Even kijken. En we zijn precies in het gebied van resistance die we hadden getekend. Zijn we gereject en weer teruggegaan om te zoeken naar nieuwe support levels. Nou, in die vorige video gaf ik aan wat ik denk is dat we hier rejecten. Dat we vervolgens een nieuw support level zoeken. Wat waarschijnlijk de level is tussen de 1.43 en de 1.48. En wat je ziet is dat we daar ook inderdaad heel even support gehouden hebben. Hier, we hebben hier geconsolideerd. Ook op 13 en 20 EMA. Maar uiteindelijk, Bitcoin gaf niet, Bitcoin werkte niet mee. We zijn toch dit level gebroken, dus doorheen. We hebben van deze support een resistance gemaakt, is hier bevestigd. En vervolgens zijn we op weg nu naar een nieuw support level, waar we inmiddels ook wel aangekomen zijn. Want dat support level is
Hier, even kijken. Dit is een ontzettend groot support level nu geworden voor Cardano. Dat was een ontzettend groot resistance level, maar nu is het dus support. Dus eventueel zou je hier kunnen kijken naar een nieuwe entry voor Cardano. Of als je Bitcoin niet vertrouwt, wacht je. Want we kunnen natuurlijk altijd nog terugzakken naar de vorige trendlijn dat nu als support gaat fungeren. Als we daar Fibonacci overheen trekken van deze wave naar hier helemaal, zie je dat we precies op de 0.5 mooie support gehouden hebben, wat tevens overeenkomt met die horizontale supportlijn ook. Dit is vrij netjes voor Bitcoin om eventueel te kijken naar een instap. Ook op de 50 moving average zijn meerdere confluences om een entry te zoeken om vervolgens weer nieuwe prijstarkets te gaan maken. Als dat zo zou zijn, als ze vanaf hier weer stijgen, kun je ook nieuwe prijstarkets gaan bepalen. Pakken we deze. Als je hier dus zou instappen, ik zou hem zelf traden naar de Golden Pocket hier. Dus dat is weer de high die je hier ook ziet en het level dat je hier ziet. En dat is ongeveer de 1.50, waar je waarschijnlijk veel actie gaat zien en misschien weer gereject wordt. Dus dan zou je eruit willen stappen, kun je daar een kleine scalp op meepakken. Dus je zegt, ik stap hier in. Als we hier weer komen, ik zet mijn stop los onder de support. En hier was de Golden Pocket. Dan trade je hem naar hier. En dan heb je dus een mooie 1 op ongeveer 3,5. Dus dat zou een mooie trade zijn. Alhoewel je hier natuurlijk wel resistance tegenkomt. Dus dan zou ik partials winst gaan nemen en niet in één keer uitstappen. Dat is in ieder geval voor nu Cardano. Ziet er goed en gezond uit. Het is in ieder geval in ontwikkeling. Dus daar ben ik ook blij mee. Dus voor nu was dat Cardano. Een laatste artikel. Coinbase sluit partnership met Mastercard voor verkoop NFT's. Dat is natuurlijk mega. Coinbase is al flink bezig met NFT's, NFT Marketplace. En nu partneren ze ook met Mastercard. Wereldwijd overal geaccepteerd voor verkoop van NFT's. Dus mass adoption is aan het groeien. Niet alleen van Bitcoin en crypto, maar ook van NFT's. Ook al lijkt het misschien niet zo wat betreft crypto nu, omdat de koers niet echt lekker gaat. Maar er zijn ontwikkelingen en het gaat gewoon goed. Nu moeten we nog zien dat die prijs ook even mee gaat werken. En ik heb daar wel nog vertrouwen in voor de rest van 2022. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Als het zo is, like hem even, deel hem even en plaats even een reactie onder de video. Doe je automatisch mee met die winactie. En hopelijk zie ik je terug in de volgende video. Adios.